Wo sind wir jetzt? Deutschland! En ik ga me nu even klaarmaken, want het is de nacht van de mode. Mijn pet op jij en daarom zingen we het daar. Hallo, welkom bij een nieuwe video. Mocht je nieuw zijn op ons account, welkom, wat leuk dat je er bent. Wij zijn Proud to be Me en we zijn een platform voor alles rondom eetstoornissen. Het is een hele brede plek, ik vind het zelf een hele fijne plek. Dus mocht je daar nog niet geweest zijn, mocht je het nog niet kennen, neem vooral een kijkje. Ik zal het linkje hier ergens boven neerzetten. En elke dinsdag kan je van ons een nieuwe video verwachten. We doen af en toe Q&A's waarin jullie ons vragen kunnen stellen die wij gaan beantwoorden. Af en toe hebben we een proefvideo voor je klaarstaan waarin wij nieuwe producten gaan proberen. Maar voornamelijk vloggen wij. Dus we laten je zien hoe wij het leven inrichten, wat we allemaal doen. En hoe vrij je met eten om kan gaan als je geen eetstoornis meer hebt. Om jou motivatie te geven, inspiratie, hoop, wat je er ook maar uit wil en kan halen. En vandaag ga ik precies dat doen. Ik ga weer een vlog opnemen en ik neem je lekker mee. Het is zaterdag vandaag en ik heb een spannende dag wel voor de boeg, vind ik. Ik heb vorige week ben ik geslaagd voor mijn rijbewijs. Ik wilde al zeggen gezakt, maar ik ben geslaagd. En ik heb mijn rijbewijs opgehaald. Dus ik mag de weg op. En ik heb 2 keer gereden inmiddels. Niet alleen met mijn vriend naast mij, want alleen vind ik echt nog veel spannend. Maar vandaag ga ik wat verder weg. We gaan naar Duitsland. Ongeveer voor mij 40 minuutjes rijden. En we gaan er boodschappen doen, een beetje rondlopen. En vooral lekker rijden. Ik heb trouwens al gesport vandaag. Ik heb ontbeten. Meestal als ik ga sporten, ik ga heel vroeg sporten op de zaterdagochtend. Dan eet ik voor de tijd wat en na de tijd. En ik heb, meestal neem ik na de tijd ook iets van een proteïneshake. Omdat ik merk dat mijn spieren dat prettig vinden. Die herstellen dan iets sneller. En ik heb nu een koffiesmaak. En die drink ik dan met volle melk of met amandelmelk. Net wat ik in huis heb. Dit keer was volle melk. En ik ga me nu klaarmaken. Nog even snel iets eten. En dan ja, dan gaan we. Heel veel kijkplezier. En mocht je vragen hebben, opmerkingen. Laat het vooral weten. Dat kan hier onder deze video. Het kan ook via onze website, via het forum of wat dan ook. Net wat je fijn vindt. We proberen het in ieder geval allemaal te lezen en te antwoorden. Dus alleen maar heel leuk als je hem registreert. En dan veel kijkplezier. Daar gaan we. Kom je? Oké. Okay. Ik weet niet of ik dit wel wil hoor. Wat? Ik denk dat ik thuis blijf. Wo sind wir jetzt?
kort staat. Oh, we hadden wel een stuk verder naar achter gekund. Kijk, wasbaar inlegkruisje, dus hebben ze hier ook. Oh ja. Dat is echt goed. Waarom hebben ze dat bij ons niet? Zullen we vast wel ergens hebben? Ja, misschien weet ik het gewoon niet. Ja, vraagjes en is lekker? Ah, prima. Oh, dit is echt precies wat ik wilde en wat ik dacht dat het zou zijn. Knoofselderij zit er ook in. En peterseliewortel. Ja, we gaan naar de Lidl zo. Ja. Wacht. Oh, als je alleen die hebt gedaan? Ja? Dan zit er weer schuld als je hem dicht doet. Oké, lunch. Ja, die zat hier net. Maar dat is die ene waarvan ik dacht dat die best wel duur was. EDK. Of valt dat mee? Lopen, dan gaan we het zien. Ik had op Google daar gekeken. En daar kon je dus inzoomen op die foto's. Oh, en dan kon je de prijzen zien van dingen. Oh, hier kan je ook niet betalen. Hier moet je ook met contant. Pudding. Pudding wil ik ook wel. Ja, die wil ik ook. Kijk hoe groot die is. Dit was €14. Ja. Oh, wat grote koffie trouwens. Nee, dat was bij ons niet gelukt. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Deze. Een puddingbreukje. Ja, dat wil ik heel graag. Nee, moet je het wel snijden. Snijden? Ik snap nu wel waarom ze die vorkjes met zo'n meshandje hebben uitgevonden. Wat ben je aan het doen? Yes, did it. Mooi. Oh, wacht even, zo werkt dat. Dat is lastig. Tonijn. Hoe laat moet hier weg eigenlijk? Ja, we hoeven er niet om 6 uur te zijn. Hi. Ja, dat is voor mij.
We hebben net gegeten en ik ga me nu even klaarmaken, want het is de nacht van de mode. En daar gaan we even heen. Vriendin van ons is ook jarig, dus we gaan met allen lekker wat drinken en een gezellige avond maken. Ik ben trouwens echt super moe. Ik denk van de prikkels ook en het rijden. Ze gaan het niet heel leuk maken, denk ik. Maar wel leuk om nog even naar buiten te gaan. Ja, we gaan niet met jou naar buiten. Ik ben gewoon echt verkeerd geluid. Ja, zie je, het ligt niet aan mij toch? Nee, maar aansteken. Dan kunnen we alle loopet op jou, ja, en daarom zing je met daar. Op weg, zo. Oh, dank je wel. Twijfel over die hout.